Ne yapmışlar? Doldurmuşlar. Dilek ağacını ben de dilekleyeceğim. Senin dileğin ne? Benim dileğim bana kalsın. Söyle canım bu şey. Bu aramızda kalacak. Kimseye gösterme. Hadi. Söyle hadi. Ben de dileyeceğim. Ben de söyleyeceğim. Mevlam vatanımıza, bayrağımıza, yurdumuza, askerimize sağlık, kuvvet ver. Hallo, dames en heren, met stroomfilet, nu zijn we er weer. En we doen het nog een keer, vliegen zonder vliegtuig, want dit keer doen we het nog een keer. Documentaire met vol verrassingen, dit is Strong Media Teamwork. Wij hebben een documentaire gemaakt over Cappadocia. Dit presenteert en leert, Strong Media ervaart en controleert, de documentaire van het jaar. Dus wil je Cappadocia plezierig beter kennen, dan is dit zeker een kijktipje. Want vanaf het begin aan tot aan het eind, zijn de beelden natuurlijk verspreid. Net als bij iedere documentaire, zijn er vol verrassingen verstopt. Dit keer doen we het ook. Dus een kijkje nemen, neemt niets in beslag. Als je het saai vindt, drink een groene thee, dan komt het helemaal goed. Net als bij iedere documentaire, hebben we het in hoofdstukken verdeeld. Nu komen de hoofdstukken die we aan jullie gaan presenteren. Stap voor stap wordt alles duidelijk uitgelegd. Er zijn veel hoofdstukken met verrassingen verstopt. In ieder hoofdstuk zijn de exclusieve beelden verspreid. Wij proberen de beste beelden met uitleg aan u te presenteren. Wij hebben het aantal keren streng gecontroleerd. De structuur van de inhoud is op wijze van stappenplannen gemaakt. Stap voor stap kunt u Cappadocia met deze documentaire beter kennen. U kunt nog altijd een commentaar achterlaten. Iedereen telt bij ons. Wij zullen u nooit vergeten. Uw commentaar laat ons groeien. En laat ons nieuwe creaties ontwerpen. Mocht u het eerste kwartier niet leuk vinden, dan mag u de documentaire van ons afsluiten. Maar als u het toch leuk vindt, mag u het rustig aan verder bekijken. Ik wil u alvast bedanken voor de aandacht die u nu hieraan besteedt. Ik zin jij, ja. Değil mi? Gül şehri güzeldir ya. Ne güzel yer ya. Eski. Bu eser bizden vazgeçer. Yok olma. Bu eser bizsiz esmez. Biz varık ki esiyor bu eser. Cappadocia is een leuk toeristische punt in de Turkse regio's Centraal-Anatolië en Oost-Anatolië. Cappadocia wordt in het Nederlands ook wel met een C geschreven. En dan wordt het gelezen als Cappadocia. Cappadocia is in de omgeving Nevşehir. De bevolking schat men in 2017 ongeveer 291.000 mensen hier in Nevşehir, waarop ongeveer de helft mannen en de helft vrouwen zijn. Dus inclusief de toeristen wordt het hier elk jaar in ieder seizoen druk met vakantiegangers. Het gebied heeft een oppervlakte van 2000 vierkante kilometer. De organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs van het Werelderfgoed dateert dat het Cappadocia gebied tot 7000 jaar voor Christus heen gaat. Cappadocia bestaat uit enerzijds een tufsteenlandschap ontstaan door uitbarstingen van de daalvulkanen en anderzijds een kalksteen waarop karstverschijnselen te zien zijn. Met een andere snelheid en orderen is er een bijzonder, eigenaardig en grillig landschap ontstaan. Als we terug naar het geschiedenis gaan, de menselijke vestiging strekt zich uit tot de paleolithische periode en werd later een van de belangrijkste centra van het christendom. De regio Cappadocia is een geïntegreerde plek van de natuur en geschiedenis. Nog eens welkom in Cappadocia. Als je Cappadocia vanuit lucht wil erkennen, dan is een luchtballonritje een ideale keuze. De meeste toeristen die hier komen, gaan zonder een trip niet weg. Cappadocia heeft thuishaven diverse beschavingen. Peribacaları, Açık Saray Müzesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Üzümlü Kilise, Paşa Bağ Vadisi en nog veel meer. Na de ingang, in het eerste en tweede deel vanuit de oude bronstijd,
Van de Hittiten worden Hellenistisch en Romeins archeologische vondsten hier tentoongesteld. Tokat en de omgeving had een bevolking dat 80% islamitisch was. Met belangrijk onderdeel van Amasya's omgeving, volgens de overeenkomst van Aya Stefanos, als compensatievergoeding door de Ottomanen die gebouwd werd tijdens het bewind van Sultan Abdülmecid en de Seljuk architectuur Paşapa Vallei, waar Peribacaları zich bevindt, tegelijkertijd ook de vervorming van Peribacas is en waar de ontwikkeling hier vandaan het best kan worden waargenomen. Als we naar het etenswaar gaan, is de testi kebab hier heel erg populair. Je krijgt het in een gesloten pot van aarde gemaakt. Na het breiden wordt het bovenkant ingeslagen, waardoor je vanuit de bovenste opening van binnen kunt opeten. Het is zo lekker, kom een keer en proef het zelf. We kunnen nu beginnen met de volgende hoofdstukken. Ieder hoofdstuk wordt stap voor stap duidelijk met beelden uitgelegd. Alvast bedankt voor de aandacht en veel kijkplezier. Peribacalarına doğru gidiyoruz. Hadi gelin bakalım. Welkom bij Peribacaları. In het Nederlands kunnen we ook wel het Peribacaları noemen. Baca betekent schoorsteen in het Turks. Gelegen op 7 kilometer van Nevşehir met zijn buitengewone schoonheid in Kappadocië. Met binnenlandse en buitenlandse toeristen is het een ideale plek. Peribacaları, die door de buitenlandse organisaties in de lijst met meest bezochte plekken in Turkije, die zich op nummer 1 bevindt. Terwijl je rondreist, dan kun je betamen dat je rond op een andere planeet loopt. Het is een unieke plek om te fotograferen. De meeste toeristen zullen wedden op de korte film. Als je hier bent en langs loopt, het wordt meer van het verkennen van een plaats dan het reizen van een plaats. In de geschiedenis had İpekweg ook een belangrijke plaats op zich. Na het Hittitisch Rijk werd het grondgebied dat door respectievelijk de Azeri's en de Perigiërs was. En wat later werd het van Perzische bezitting. En de regio werd onder hun controle. De naam van Kappadocië komt uit Perzië. Kappadocië verwijst naar de Perzische taal en betekent prachtige paardenland. Totdat de Romeinen overnamen, in dit proces bleef het een koninkrijk van Kappadocië. En wat later werd Romeinen de enige heerser van de regio. Voor vele jaren met het natuurlijk vakmanschap die resulterend is ontstaan wat nu is gelegen in de regio genaamd Kappadocië. In deze regio schat men dat er 60 miljoen jaar terug een verondersteld binnenzee was. Hasanberg, die op dat moment vulkanisch was, door Erciyes en Gülüberg heen, begon de lava's uit te raken op aarde. Deze lavastroom, die vele jaren heeft geduurd, heeft de zee daar compleet uitgedroogd. En de kuilen in de regio, waar de droge zee zich bevond, begon zich stukjes met lava's te vermenigvuldigen. Als er hier geen kuilen waren, zouden Peribacaları hier niet kunnen ontstaan. Na vele jaren duist de vulkaan. Na deze punt, met de vorming van de Peribacaları, de rivieren begon zich te overdragen. De wateren die op de lava stroomden, heeft de rotsen verorberd en er ontstond valleien. De hellingen van de valleien, die door de winderosie een golvend uitzicht heeft gekregen, vorming van prooi door lagen met sterke wind, heeft ervoor gezorgd dat deze schoorsteenachtig is ontstaan. Hoş geldiniz Hacı Bektaş Bey Müzesi'ne. Welkom bij Hacı Bektaşvili Müzesi. In het Nederlands kunnen we ook wel het Hacı Bektaşvili Museum noemen. Toen Hacı Bektaş met de naam Suluca Karahöyük naar Hacı Bektaş kwam, waarmee hij leerde
en de basisstappen hier had gezet. Het heiligdomgraf is, door Seyyid Ali Sultan en volgens schriftelijke bronnen, in 1385 gemaakt. Hajj Bektashvili Dergahı, Orhan Gazi, Murat I, Yıldırım Beyazıt en Yavuz Sultan, in zijn periode was het met meer toevoegingen als extra toegevoegd en werd in de 16e eeuw tot zijn huidige positie gebracht met Sultan Beyazıt II. Tussen de jaren 1485 en 1486 werd de omgeving van het graf schoongehouden en de koepel werd bedekt met kogelsoorten. In 1839, toen Abdülmecid I op troon kwam, in de periode tussen 1823 en 1861, toen kwam Bektashi in nieuw leven op voorgrond. In de periode van Sultan Abdulaziz, in het jaar 1862, stuurde hij architecten vanuit Istanbul om de bouwgemeenschap van de graven te onderhouden. Alle gebouwen in het complex werden in overeenstemming met de functionaliteit in het binnenplaats aangelegd. Ten zuidoosten van de tweede binnenplaats, die gemaakt is van gekleurde snijstenen, vindt er een fontein met drie bijen plaats. In het kokshuis kom je vanuit de tweede binnenplaats door een brede deur binnen. Door twee gangen die met elkaar passeren is het mogelijk om het originele huis van de kok te bereiken. Als we beter binnenwandelen kunnen we ook het instrument saz zien. Om in het killerhuis in te komen kom je vanuit de ingang van het pleinhuis terecht. Het killerhuis telt samen twee verdiepingen in de onderste laag. Met de belangrijke goederen en eten van dergahen zijn goed behouden. Het killerhuis, toen het als magazijn van het museum werd gebruikt, het restauratiewerk werd in 2010 geopend vanwege de nasleep van de bouw. Met gekleurde steenblokken door de ronde boog en dubbele gevleugelde deur vanuit de tweede binnenplaats kom je bij de derde binnenplaats terecht. Als u vanuit de deur binnenkomt, komen we in een enkel gebogen overdekt gebied binnen. Gelijk aan de rechterzijde, toen Mustafa Kemal Atatürk op 22 en 23 december in 1919 naar Hacı Bektaş kwam, de plaats waar hij op rust stond in Dergah door Filinta Önal gemaakt Atatürk relief is hier beschikbaar. Achter de gebogen rechter en de linkerkant van de ingang die in Dergata werk legende zijn er graven van de vaders te vinden. Zes ervan zijn in de rechterzijde en zes zijn in de linkerzijde en is in de vorm van een sarcofaag en mortel gemaakt. Een stukje verder heb je de ballen mee weer. In Nevşehir, in de wijk Hacı Bektaş, bevindt zich Kadıncık Ana Balımevi en is het onder het beheer van het Hacı Bektaş Museum. Volgens de schrijvers was dit huis het huis van İdris Hoca en vervolgens verbleef Hacı Bektaşi Veli zich in dit huis en ze zeggen dat het huis van İdris Hoca werd. Hacı Bektaşi Veli werd een gast in dit huis. Het vrouwelijke hoofdhuis is gemaakt van gesneden steen en kwam met drie onderling verbonden kamers. De eerste van de kamers was met enkele boog met drie ramen open naar buiten. Volgens de verklaring werd de gebogen muur links van de kamer door Hacı Bektaşi Veli rechtgezet. Anlat. Bura neresi? Hacı Bektaşi Veli. Ne var orada? Hilmi Dede, Ali Mutku Baba ve ailesi Cafer Sadık Baba, Derviş Mustafa, Derviş Rüstem. Arkeoloji Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Nevşehir Hacı Bektaş Arkeoloji Müzesi'ne gidiyoruz. Welkom bij Archeologie en Ethnografie Musei. In het Nederlands kunnen we ook wel het Archeologisch en Ethnografisch Museum noemen. Het is een museum met veel bevonden kunstwerken. Het museum werd in 1988 geopend. Het museum vertoont archeologische vondsten uit Karahuyuk opgravingen.
In de ingang van het museum staat het gebruikte stenig voertuig van Haji Bektaş en gereedschappen die worden hier tentoongesteld. Het museumplan bestaat uit 3 hoofdafdelingen die grijpend zijn. Na de ingang in het eerste en tweede deel vanuit de oude bronstijd van de Hittiten worden Hellenistisch en Romeinse archeologische vondsten hier tentoongesteld. De werken worden in chronologische volgorde geëxposeerd. In Suluja, Karayökün werd ook ondersteund door promotionele panelen. In de tweede sectie, met uitzicht op Karahöyük op een plateau, was er ook een revival opgenomen. In de derde sectie, goederen die in de Ottomaanse periode werd gebruikt, zijn hier tentoongesteld. In de eerste sectie, van de ingang, oude bronstijd en in de Hittite tijd, uitgestalde gerechten en potten zijn met de hand gemaakt. De eerste splitsing op het tweede hal van de Vrieg, Hellenistische en Romeinse periode en archeologische vondsten, die worden hier tentoongesteld. In de jaren 333 voor de Christus, de gebieden van Anatolië met Alexander de Grote in het westelijke deel van de Rode Zee, met opvang van het gebied, eindigde het Perzische overheersing en de oppressie van Macedonië was weergenomen. In de eerste eeuw van de Romeinse stroom, die was blootgesteld. Het werd in de jaren 17e voor Christus in Romeinse provincie. Met de verdeling van het Romeins Rijk in 395, de regio bleef binnen de grenzen van het Oost-Romeins Rijk. De Vrigse schepen, die bij dit historische proces behoren, gevormd in een pottenwiel en enkele veelkleurige polychromen van aardewerk, zijn hiervan voorbeelden. Hellenistische en Romeinse monumenten zijn in het algemeen en met versierde patronen, schotels, kommen en speenkleurige kubussen kwamen op voorgrond. Priapos, waardoor overvloed op overvloed bracht. Ze geloven dat als godheid dat ze mensen tegen het kwaad beschermen. In de eerste sectie, parallellen, en in de derde sectie van de Ottomaanse periode met kleding, cirkels, kopjes, shuttle en tapijten, worden in de etnografische artefacten met enkele wapens hier tentoongesteld. In deze sectie, waarop informatie over Haji Bektaş steenwerk wordt gepresenteerd, bekend als Haji Bektaş steen, voorbeelden van spullen en van onyx gemaakte gift zijn hier ook tentoongesteld. Gördüğünde Cumhuriyet dönemini. Cumhuriyet dönemi. Evet. Orada Roma dönemine ait sikleri gördüm. Karşıda Osmanlı İmparatorluğu'na ait kağıt paralar. Derdenizde Cumhuriyet tarihi. Sırtında testi, önünde kesti. Merhaba, Atik Saray Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Hadi gel gidelim. Açık Saray Müzesi'ne hoş geldiniz. Açık Saray Ören Yeri. Burası Açık Saray Ören Yeri. Welkom bij Açık Saray Müzesi. In het Nederlands kunnen we ook wel het Openluchtmuseum noemen. De openluchtruïnes bevinden zich op de Meeuwseer Gülseherweg en is 3 kilometer ver van Gülseher. Deze kleine oude nederzetting was onder het Byzantijnse tijdperk en wordt geschat dat het tussen de 10e en de 11e eeuw werd gebouwd. In deze periode werd er tufrotsen verwijderd. Middenin van een kreek werden er 2 aparte ruimtes gebouwd. Na het bezoek van de keizer Phokas was deze regio gedurende 100 à 150 jaar onder de heerschappij van de Byzantijnen gebleven. Maar in deze periode, op 1071, na de overwinning van de Turken op Malazgirt, eindigde het met het binnendringen in Anatolië. Het was een plek om naar dieren en mensen te kunnen kijken. Vanwege deze aanleg
werd deze plek gebruikt voor verschillende doeleinden. Geleerden zeggen dat het ook als een speciaal handelsplek werd gebruikt. De tweede ruimte aan de andere kant van het gebouw, naar schatting was het middenin of in de tweede helft van de 10e eeuw gemaakt. In het Openluchtmuseum werden ook Romeinse graven gevonden. Best de tijdstip om het Openluchtmuseum te bezoeken valt op 's ochtends, want als de zon schijnt, wordt de prachtige schoonheid van het rotsoppervlak zichtbaar. De oudste verdiepingen van de ondergrondse steden waren in het algemeen de entreevloeren. Het werd gebruikt als een kooi. De reden is dat het verplaatsen van de dieren moeilijk waren om het naar de onderste verdiepingen te dragen. Zowel in de winter en in de zomer waren de wijnhuizen en de keukens meestal op de bovenste verdieping. Tussen de verdiepingen met scheidingsdeelruimten van elkaar werden de schuifstenen als defensiedoeleinden gebruikt. Het is nooit mogelijk geweest om deze steen van buitenaf te openen. De opening kun je alleen vanuit binnenkant occuperen. Het gewicht van de schuifsteen bedraagt ongeveer 200 à 500 kilo. Tussen verdiepingen op de plafonds en bodemkamers werd gemaakt en werd gebruikt als communicatiedoeleinden. En de communicatiegaten waren niet meer dan 5 à 10 centimeter beduidend. Dankzij deze gaten met de ondergrondse stadsmensen vanuit de lange vermoeiende tunnels die ze niet meer hoefden te gaan. In buitengewone tijden was defensiemaatregelen gemakkelijker en sneller worden genomen. Het toilet is nog niet volledig verduidelijkt. Alleen bij Tatlaren en Güzelyurt, ondergrondse steden, heb je toilet in determinatie. Burası eski bir oturma odası derler, misafir odası da diyebilirler. Bu karşıda gördüğünüz oluk gibi yerler, koltuk yerleri. Koltuk oturuyorlar karşıda bile. Bazı yaramaz çocuklar oldu mu hemen cezalandırmak için dıkıyorlar ahır küçük bir yere. Hadi cezalısın sen. Cezalısın sen, gir oraya. Ben cezalıyım değil mi? Evet, o cezalı kişi şu an oturmakta. Gördüğünüz gibi oturuyor. Öbürleri rahatça bu koltukta oturuyor. Sohbet ediyorlar, tabii televizyon yok falan. Evet, burada rüzgarın sesi aynı radyo gibi çıkıyor. Aynı radyo gibi dinliyoruz rüzgarın sesini. Her an frekvensi değişiyor. Dışarı 38 derece olsa da burası serin. Çok çok serin. Çok serin. Çok serin. Çok serin. Erko'ya da gerek yok çünkü yukarıda Erko bacası var gördüğün gibi. Evet, klimalı. Şimdi klima bak buradan gökyüzüne seyredebiliyorum. Bak delik değil. Bu gördüğünüz delik işte o sandığınız delik değil. Bu gördüğünüz Erko. Delik. Erko. Erko yani Erko delik. Evet. Sandığınız gibi de değil burası yani. Burası oturma odasıydı ha unutmayın oturma odası. Oturma odası. Long camera. Atatürk Ev Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Welkom bij Atatürk Evi. In het Nederlands kunnen we ook wel het huis van Atatürk noemen. Ofwel het Atatürk Museum. Het is een museum met vele bevonden voorwerpen van Atatürk. Mustafa Kemal Pasha wist hoe belangrijk de Alawieten waren. En eeuwen van de Ottomaanse heerschappij waren bewust van hun oppositie. Ze hebben geprobeerd voor dit doel om ze te overwinnen. Tokat en de omgeving had een bevolking dat 80% islamitisch was, met belangrijk onderdeel van Amasya's omgeving. Alawi sect en in Kushehr is Baba Efendi zeer gehecht aan zijn gewoonten. Na het Sivas Congres, de strijd voor onafhankelijkheid, toen werd Ankara gekozen als centrum. In het geval van het uitvoerend orgaan van dit congres, representatieve missie van deze leider, voordat hij naar Ankara ging, deed hij een tussenstop bij Hacı Bektaş. Hij wilde de precieze ondersteuning van dit invloedrijke centrum kenteren. Tijdens de nationale strijd en in de jaren van de Republiek stond Mazar
Müfit, konsul, toe-eigenen naast Mustafa Kemal Atatürk tussen 1873 en 1948 in Erzurum. Tot na zijn dood was hij samen met Atatürk met name vanaf 4 maart 1948 gepubliceerd in secties op Son Telegraf en op 1966 door de Turkse Historische Vereniging in twee gedeeltes van publicatie werd de reden voor de aankomst van Mustafa Kemal in Hacı Bektaş en werd als volgt geduid, want in Hacı Bektaş zou hij verwelkomd worden. Het was een belangrijk centrum. Mustafa Kemal en delegatieleden, toen ze bij Hacı Bektaş aankwamen, namen ze als eerst een bezoekje bij Celebi Cemalettin Efendi. Met Celebi Cemalettin Efendi werd de onafhankelijkheidsstrijd onderling besproken. De strijd die voor onafhankelijkheid uit Samsun werd ingeleid, de Alawite Bektaşi-gemeenschap, gaf hier de volledige steun. Uit verschillende concepten in de Oorlog van Nationale Bevrijding met Alawieten en Bektaşi contant hebben gesteund, stond in de briefing. Bezoekje van Atatürk naar Hacı Bektaş met de gebeurtenissen die elk jaar op 22 december werd gehouden, werd gevierd als een lokaal festival. Op 22 december 1919, toen Mustafa Kemal Atatürk een bezoekje naar Hacı Bektaş nam, werd toen verwelkomd in het huis van Ulusoy familie en het werd georganiseerd als het huis van Atatürk. Bu ne? Atatürk portresi. Tablosu. Tablosu, portresi, Türkiye haritası. Başka ne var? Atatürk'ün baş odası. Burası belgelerle Atatürk. Öbür tarafta yatak odası vardı. Yani Atatürk'ün Hacı Bektaş'a geldiği 22 Aralık 1919. O zaman Hacı Bektaş Kırşehir'e bağlıydı. Hatırladığım kadarıyla. Derinkuyu yeraltı şehrine gidiyoruz. Derinkuyu yeraltı şehrine hoş geldiniz. Welkom bij Derinkuyu Yeraltı Şehri. In het Nederlands kunnen we ook wel de ondergrondse stad van Derinkuyu noemen. Ofwel de Derinkuyu, ondergrondse stad in de regio Kappadocië, met een teller op meer dan 200, was een van de grootste ondergrondse steden en beschikt over een diepte van 85 meter. Derinkuyu, die met een zeer breed gebied uitstrekt binnen Kappadocië met unieke geologische vorming, is een plek die als bescherming is voortgebracht. Op de snelweg Nevşehir-Niğde en is 30 kilometer ver van Nevşehir vandaan. De gigantische stad telt vermoedelijk 10 tot 12 verdiepingen. Derinkuyu ondergrondse stad werd per toeval in 1963 ontdekt en opende zijn deuren op 1967 voor het toerisme. De stad die in Derinkuyu is gevonden is in Kappadocië een van de grootste ondergrondse steden. Derinkuyu betekent in het Turks een diepe put. Het water van Derinkuyu kwam uit een put van ongeveer 60 à 70 meter diepte. Vandaar de naam Derinkuyu. Zoals de naam het zegt, een put. Na de Christus in de 2e eeuw die ontsnapte uit het Romeins Rijk en die kwamen vanuit Antakya en via Kayseri naar Kappadocië. Eerste christelijke burgers die hier hebben geleefd, ze werden tegen de Romeinse en tegen de Arabische troepen hier beschermd. De ingang is gemaakt om niet te kunnen ontdekt te worden en werden beschermd tegen verschillende vallen in de ondergrondse stad. Mensen die konden hier zonder naar buiten hoeven te gaan een lange periode in een speciale plek leven. Het gebied waar je een wandeling kunt doen
is 2500 vierkante meter groot. Het niet schoongehouden gebied heeft een regio van totaal 4 kilometer groot. Het schoongehouden ondergrondse gebied loopt op tot 8 verdiepingen en heeft op dit moment een diepte van ongeveer 50 meter en kan later oplopen tot 85 meter. Als je het van buitenaf bekijkt, heeft het een smalle, ongespecificeerde entree. De woongebieden in Derinkuyu, defensie, ventilatie en productiegebieden is motto te zien. Opslagruimten, ventilatieschoorstenen, wijnproducenten, kerken, kloosters, waterputten, toiletten en vergaderzalen in de stad met sommige kamers zijn verbonden door smalle tunnels die alleen één persoon kan doorvoeren. Buiten uit en ingang van de tunnel, door beveiligingsreden, zijn er grote stenen, cilinders gebruikt om de tunnel te sluiten. Ze noemen deze steen ook wel de grassteen. Biraz önce yukarı çıkacağız. Bilmiyorum ki nasıl çıkacağız. Artık şeyi takip ederiz ya. Bunlar var ya. Bunlar takip ediyoruz. Tamam. Arkadaşlar bu araçta bahsettiğim ucuk burası yaklaşık 108-110 basalı. Merhaba. Burası üzümlük lisesi gördüğünüz gibi. Bizim hemen arkamızda üzümlük lise var ama kapanmış. Sadece dışarıdan çekebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Welkom bij Üzümlük Lisesi. In het Nederlands kunnen we ook wel de Sint Theodoros Triunkerk noemen. Üzüm betekent druiven in het Turks. Welkom bij Üzümlük Lisesi. Vanwege de vallende stenen in de kerk was de ingang gesloten. We konden hier niet filmen vanwege de restauratie. Dus daardoor hebben we het alleen van buitenaf kunnen filmen. Dat gaan we laten zien. In de stad Derinkuyu in Nevşehir, met de Griekse kerk van de 19e eeuw, bekend als Üzümlü Theodoros Triun kerk, zijn de muren gevuld met spuitverf. Volgens de overeenkomst van Agios Stefanos als compensatievergoeding door de Ottomanen, die gebouwd werd tijdens het bewind van Sultan Abdülmecid en de Seljuk architectuur. De muren van de Sint Theodoros Triunkerk zijn de teksten op de muren door spuitverfschilderingen niet meer leesbaar. Een van de belangrijkste Griekse nederzettingen van die regio, 19e-eeuwse, die behoren tot de Üzümlükerk, ook bekend als Sint Theodoros Triunkerk, die beschikt over een klokkentoren. De Sint Theodoros Triunkerk met de rijkdom van architectonische, plastic kralen en monumentale muurschilderingen trekt aandacht met zijn hoogwaardige vakmanschap. Maar zoals de buitenmuren van de huidige kerk is de binnenkant en de fresco's ook vernietigd. Van de muurschilderingen op de koepel Pantokrator, het gebruikte gouden ster in het figuur als Jezus, maakt het de foto zo speciaal. Pantokrator betekent de meester van het heelal. Volgens de oudsten van de regio, district-gouverneur van de jaren 1950, vanwege de jachtbelang vernietigde hij de muurschilderingen, evenals de afgevaardigden. De kroon van de deur van Sint Theodoros Triunkerk, met riem omringend, zijn er drijven en plantmotieven ervan. In het Griekse schriften van de kerk was Agios Theodoros Triun een heel heilige kerk. Tijdens het bewind van de keizer Sultan Abdülmecid Han, met zijn hoge wil van de Saint-Iconen en met de aanmoediging van Neofytos, heer, had met de donaties van de christenen die hier leefden, met Haldias, commandant, en werd door de heer Kyriako Papadopoulos zorgvuldig gebouwd. De structuur is goed, met gesneden steen, de voorkant is verplaatst met dove riemen en pelgrimvormige ramen. İşte bina böyle yıkılabilir diye kapatmışlar. Değil mi? Düşecek bile sen onu bırak öyle. Değil mi? Hı hı. Şimdi binayı yıkamayalım. Zaten Üzümlü Kilise
önemli kiliselerden birisi. Birazdan bina yıkmayalım. Yapalım. Öyle değil mi? Hı hı. Merhaba, taşa bağlarına doğru gidiyoruz. Reç yazdı. Tamam. Çekiyorum. 20-30 saniye çek. Çekiyorum. Basılı mı tutacağım? Yok, yok. Bir kere bas. Bir kere bas. Çekiyorum, çektim. Welkom bij Pasha Wadisi. In het Nederlands kunnen we ook wel het Pasha Bafalai noemen. Als je vanuit Awanos-Gurama-weg terugkeert naar Zelwe, net voordat je bij Zelwe aankomt, kom je bij de Pasha Bafalai terecht. Wanneer u hier aankomt, vindt u cadeauwinkels die wat kleinigheid verkopen. En u zult busconvooien die lokale en buitenlandse toeristen brengen zien. Maak je geen zorgen over de menigte. Jullie zullen alweer falen in een prachtige schoonheid. In de regio Cappadocia, uniek met paddenstoelvormachtige Pasha Bafalai, waar Peribajalara zich bevindt, tegelijkertijd ook de vervorming van Peribajas is en waar de ontwikkeling hier vandaan het beste kan worden waargenomen. Daarnaast loopt u op de weg tussen de Peribajalara door. U zult zeker ervan genieten. Als je Peribajalara als geheel de leemte in je verbeelding vervult, het beeld komt dan te zien als een bergpand. In de loop der jaren van deze helling, door slijtage, zijn deze padden gevuld. Aan de linkerkant zijn de oudste Peribajalara en aan de rechterzijde zijn de jongere Peribajalara te zien. Met een andere naam, Pasha Barai Per Vallei, in deze plaats, gelegen op de Gurum-Awanasweg, de vallei die een hoed draagt, is een positie waar u interessante voorbeelden van compacte grootte kunt zien. Als je Cappadocia tijdens de tour heeft bezocht, deze plaats, die deel uitmaakt van de programma's, is het extreem rijk aan visuele termen. In deze regio gingen de priesters en geestelijken graven en trokken zich in de rotskamers weer terug. In tegenstelling tot de andere valleien kun je de wegen op dit moment sneller bereiken. De binnenkant en de bovenste delen van deze Peribajalara werd beschermd door kluizenaars en monniken en werd gebruikt voor het rijten. Vanwege het feit dat Pasha Ba werd gebruikt als een grijpende plek uit de wereld, stond het ook bekend als de Rahiplervallei. De monniken die met afzondering terugtrekken, hebben gelijk als het uit de indrukwekkende atmosfeer van het milieu komt. Onder deze interessante structuren ontstaat er een vreemd gevoel voor de mens. Als je binnen de vallei aanbelangt, lijkt het alsof je de echte wereld verlaat en in een andere wereld terechtkomt. Af en toe wordt er in Pasha Ba Vallei verschillende tentoonstellingen gehouden. Als je geluk hebt, kom je op een dag wanneer deze tentoonstellingen worden gehouden. Geziyoruz işte. Bu neye benziyor arkadakiler? Peribajalara. Bir forverb'le karşılaştırsak ne forverb verirsin? Sanki mantara benziyorlar değil mi? Evet, mantar. Mantar gibi. Mantar. Buna mantarlık da deniyormuş canım. Bir yerde okumuştun ya, bilmiyorum tam kesin olarak. Mantarlık. Peribajalara mantarları. Evet. Belhanda Manastır'a hoş geldiniz. Burası işte Belhanda Manastır'ın kilisesi. Orası oldu. Orası işte içerisi. Tamam, burası benim turizm sektörüne kazandırdığım yer. Burası daha önce bir çöplüktü. Artı meyhane gibi işleyen çok berbat yerdi. Ve buraya geldik ve burayı yeniden bir turizm alanı haline getirdim. Welkom bij Belha Monaster. In het Nederlands kunnen we ook wel het Belha Klooster noemen. Vlak bij Özkanak gemeente in het Nieuwscheer-Awanos district ligt het op ongeveer 15 km afstand. Richting Awanos Kozakle en Awanos Gülşehirweg kunt u het vanaf twee verschillende routes bereiken.
Als u door de buurt van Özkonak heen gaat, de ondergrondse stad met historische eikenboom, raad ik je aan om het Belhaklooster niet te vergeten, van de belangrijkste centra van het christendom. Binnen een paar kilometer afstand van de Belha Özkonak Markt in Cappadocië, met een kleine heuvel in het zuidoosten van Belda, is het gelegen op een steile helling. Voorkant van het klooster, terwijl het nog steeds compleet is, zijn de sommige van de kamers en kolommen van binnen beschadigd en is het met tijd verdwenen. Op dit moment heeft het klooster nog geen officiële museumstatus. Ze zijn begonnen met de toelichtingen om het klooster officieel te dienen. Het Belha-klooster, die wegbleef tijdens de Romeinse periode, in de 4e eeuw kwamen de eerste christenen naar die regio. In het klooster kregen mannelijke en vrouwelijke studenten aparte religieus onderwijs. Er bevond observatietoren, gevangenis, keuken, Romeinse bad, eetkamer en er was een ayasma-water die heilig wordt gezien door christenen. De omgeving en het schoonhouden van het klooster is door de gemeente en toerisme-directoraat gehouden. Voor gebieden met gevaar is er in 2017 een lint getrokken. Het hoofd van het Belha-klooster, de naam Belha, komt van haar dochters kant. Er is een verborgen verhaal over de meid Belha. In het gebied waar het klooster werd gebouwd, eeuwen geleden, leefde er een stam. Het hoofd van de stam heette Belha en had een mooie dochter. Van tijd tot tijd ging dat meisje in het ayasman wateren, wassing doen en met zichzelf liedje zingen. En op een dag, toen ze weer wassing deed, kwam ze een jongen tegen. De jongen zegende hen eer en vertelde dat hij haar volgde en verliefd op dat meisje werd. Ook al ging Belha weg, toch vonden ze elkaar leuk. Met tijd het aantal degenen die met Belha wilden trouwen, ging stijgen. De vader van Belha had een gevaarlijk spel neergezet. Wie overbleef, mocht met de dochter trouwen. Uiteinde van het spel, die jongen dat Belha leuk vond, kwam er een pijl in zijn lichaam. Belha zag de situatie en sprong ook naast haar geliefde op het pijl. Belha en zijn geliefde man werden slachtoffers van dezelfde pijl. Belha's vader zei, begraaf ze allebei samen in de tuin voor mijn paleis. Twee minnaars, die gaan zelfs samen nooit dood. Zo speelde het verhaal zich af. Ik raad je aan om een keer bezoekje te nemen bij Belha Klooster. Şu an bulunduğumuz konuda baş ağrıları, migren gibi hastalıkların dönem bir şey varmış. 20 dakikada ağrım keser diyor. Zaten nefes alışımızda bile bir değişik havanın olduğunu hissediyoruz. Başımızın ağrısının kesildiğini hissediyoruz. Ha? Yani nefes alışımızdan belli oluyor zaten. Değişik bir mekan olduğu. Güray Müzesi'ne hoş geldiniz. Welkom bij Güray Müzesi. In het Nederlands kunnen we ook wel het Güray Museum noemen. Güray Museum, die een paar meter onder de grond ligt en in Turkije dat door middel van caving methode is gebouwd, is het eerste keramische museum. Door te graven onder de workshop hebben ze een nieuwe verdieping ervan gemaakt. Met omringd door historisch verzamelde collecties hebben ze het in een museum gekenterd. Er zijn een paar afdelingen die u in het museum kunt bezoeken. Een van hen is de oude werkzaal. In deze sectie, in de oude kopertijd, van de bronzen en ijzertijd, worden hier vele aardewerken van de Ottomaanse periode tentoongesteld. Met chronologisch de tentoonstellingsruimte, als je van bovenaf kijkt, was het gebouw speciaal als een ster gebouwd. In het midden van de ster is er een groot gebied. Diverse activiteiten, maaltijden en inrichtingen worden hier gehouden. Het cirkelvormige platform in het midden van de hal kan indien nodig is 1 meter hoger een podiumrol vervangen. In de moderne werkzaal worden werk uit de vorige eeuw tentoongesteld. In dezelfde zaal tot aan vandaag kun je de werken van kunstenaars die nog in leven zijn met cv's hier terugvinden. U kunt verschillende aardewerken in dit museum terugvinden. Het is een leuke herinnering. Niet genoeg gehad? Je kunt ze ofwel kopen. Herhaalde patronen is zo naïef verwerkt. Als je ernaar kijkt, laat het je ogen verbazen. Je gedachten verdwijnen, dan plotseling met het kunstwerk. Het laatste hal wordt gebruikt als
cafeteria en als tentoonstellingszaal. De tentoonstellingszaal herbergt voortdurend de veranderende tentoonstellingen. In de cafeteria, naast het expositiehal, je kan zitten en een drankje nemen. Omdat de eigenaar Gurei Thuisus heette, is het museum nou Gurei Musee genoemd. Gurei Museum, sinds de Hittiten, vervolgt de traditie van aardwerk hier nog steeds. Na een wandeling in het museum met aardewerk en workshops kunt u informatie krijgen of u kunt kijken hoe het aardwerk hier wordt gemaakt. In sommige kamers is het aardewerk versierd met traditionele, handgemaakte ambachten. Ne zamandır yapıyorsunuz bu işi? Bir 18 yıl oldu. O zaman bayağı olmuş. Nereye kapattı? Evet. Zaten Osmanlı'da gelmek bir. Evet, tamam. Değil mi? Hı hı. Esas Çin işleri Kütahya'da yapılıyor aslında, değil mi? Yani orada yaygın. Yaygın. Bursa'da da var, İznik'te de var. Orada daha yaygın. Yani. Teşekkürler. Güzel. Yemeğe hoş geldiniz. Bak. Sakın deme bana baba, göreme görmedi gitmedik diye. Bak al gör. Göreme.